Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 21. Ik heb me net een beetje klaargemaakt. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn ogen niet gedaan. En mijn wenkbrauwen ook niet. Maar dan zie ik er direct zo vreemd uit, vind ik. Want we gaan naar de wimpers. We gaan naar Brows & Beyond. Om onze wimpers en wenkbrauwen te doen. Dus kijk er wel naar uit. Dan gaan die zo on fleek zijn voor de kerstperiode. En kijk wat ik gisteren heb gekregen. Ik heb bloemetjes van Sam gekregen. Oh, is kei lief. Gisteren op Talisandag. Echt super schattig. Oké, ik ga alles inpakken en dan ga ik vertrekken naar Céline. Sheldon, vond je het leuk, het videootje van de reveal? Smelly Shelly. You're so cute. You're so cute, hè? Yes, you are. Yes, op zijn neuzeke wrijven, hè. Dat heeft hem graag, hè. Ja. Vind je leuk, hè, nog? Cutie, tot straks. Tot straks, schatie. Wij zijn net naar Brows & Beyond geweest. En, oei, ik sta tegen het licht. Ik ga hier staan. En, dit is hoe mijn wimpers eruit zien. Amai, is echt zot. Nu zit er gewoon niks op. Hè. Dit zijn mijn eigen wimpers. Die zijn gekruld en gekleurd ook wel. En dit zijn mijn wenkbrauwen. Ik ook super mooi. Ik kan dat zo niet. Hè. Maar ik ga wel binnenkort mijn wenkbrauwen laten microbladen. Ook daar. Dus dan zien ze er. Ja. Meestal zo uit. En dan kan ik ze ook makkelijker inkleuren. Ik ga nu nog snel even naar de Vatana rijden. Want ik moet nog een pakje halen. En dan ga ik naar Bilze rijden. Want ik ga de katjes halen. En ik ga de katjes meenemen naar Sam. Ik ben kei benieuwd hoe dat gaat gaan. Als het niet gaat, dan breng ik die straks of morgen wel terug. Maar ik denk dat dat wel goed zal gaan. Spannend! Ik ben in Hasselt met deze twee. Je ziet ze nu niet. En ja, die zitten samen hierin. Maar er is plaats genoeg voor hen allebei. En die zitten veel liever samen. Als ik Milky alleen zet, dan jankt die echt. Ik weet niet hoe fel. En als die samen zitten, dan gaan die zo echt heel dicht tegen elkaar liggen. En dan janken die niet. Ik ga ze binnen zetten. Ik ga ze er nog niet uithalen. En ondertussen ga ik verder de auto leegmaken. Maar ik ga de camera daar laten staan. Ik ben benieuwd. Sheldon, ik heb iemand bij. Allee, iemand. Ik heb twee vrienden bij. Kijk eens. Wat is dat? Kijk, ik ga het hier laten staan. Kijken wat ze doen. Shirley. Ah, my God.
Piet. Kom. Bye, Sheldon. Shelly. Sheldon gaat aan Milky's en poep ruiken. Heb ze. They are out. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Milky, kent je dat hier nog? Hè? Zo, licht eens aan doen. Garm, Shelly. Waar is allemaal? Indringers in uw huis. Indringers in uw huis. Moet je daar ook eens ruiken? Dat is een vrouwke, hè. Dat ruikt wat anders, hè. Oh, Milky gaat al direct eten. Oké, Milky voelt zich al thuis. En Sheldon gaat maar kontjes ruiken. Serieus, met 3 aan elkaars kont aan het ruiken. Shelly! Garm Shelly. Oh, wat zielig. Sheldon. Sheldon. Muffin en Milky gaan gewoon al eten. Shelly, je moet geen bang hebben. Muffin doet niks. Sheldon, Muffin doet niks. Hij doet niks. Nog eens kantje ruiken. Ja. Oké. Milky, heb je honger? Milky is hier precies al terug thuis. Echt wel gewoon eten. Oké, alsof er niks aan de hand is. Hey. Mafke. Muffin. Muffin gaat in het krabding. Shelly. Shelly. Wat gaat Muffin nu doen? Wat doet hij nu? Muffin weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Oei, Muffin gaat naar Sheldon toe, denk ik. Flink zijn, lief zijn, hè. Garm Shelly. Maar Muffin is zo te direct, hè. Die wil zo... Ja, die wil graag spelen met Sheldon, hè. Maar Sheldon durft niet. En Milky, jij aan het eten? Ja. Ja, ik ken het hier. Milky. Milky. Milky denkt, oh, hier zijn we terug, hè. Hier zijn we terug. Milky, dat is Muffin, hè. Hey. Milky. Ik ben het, hè. Oké, ik ben al kei lang aan het filmen. Muffin. Garme. Ik moet daar even alles... Milky is echt wel op zijn gemak, amai. Zou die dat nog weten? Dat is toch al... Ja, dat is 2 jaar geleden. Zou die dat nog weten? Dat zou toch raar zijn, hè? Muffin. Muffin, wat zeg ik nu, Sheldon? Okay.
kijken naar Milky. Ga maar! Shelly, ruik maar aan de kantjes. Ga maar, Shelly! Ga maar eens kijken! Ga maar eens kijken! Ha, is Milky de kattenbak aan het zoeken misschien? Ja. Kom maar, Smelieke. Kom maar. Tot nu toe verloopt het eigenlijk best goed. Ze huilen niet uit naar elkaar, grommen niet op elkaar. Ze ruiken gewoon eens aan elkaars poep. En ze zitten toch heel dicht de hele tijd bij elkaar in de buurt. Muffin is nu ook al aan het eten. En ja, Milky heeft ook al gegeten. Dus zoveel stress hebben ze dan toch niet, aangezien dat ze aan het eten zijn. Dus ja. Ik weet niet als katten dat nog herinneren, maar zou Milky zich dat herinneren dat hij hier al... Hij heeft hier 2 jaar gewoond in dit huis. Zou die zich dat herinneren of niet? Oh. Alleen Sheldon is een klein beetje bang van Muffin. Hé, Muff! Maar ja, Muffin doet niks, hè? Hela! Sheldon blaast. Oh-oh. Sheldon! Nee, Sheldon! Ja, dat is wel. Muffin is een vrouwke, hè? En Sheldon en Milky zijn allebei mannetjes. Shelly. Zou Shelly ook naar Milky uithalen? Yep. Hela. Amai, dat had ik niet verwacht van u, Sheldon. Maar ik denk dat Sheldon het gewoon moeilijker heeft, want dat is zijn terrein hier, hè. Milk, wat doet Shelly? Kent hij u niet meer? Dat is niet lief, hè. Ja, maar Milky, nu moet jij niet blazen naar Muffin, hè. Nu blaast Milky op Muffin. Dat is toch Muffin? Die kent je toch? Sheldon. Sheldon maakt rare geluidjes. Oeh, is dat nu Milky? Hey! Hey, Shelly, Shelly, kom eens hier. Nope. Hoe, maar dat is Muffin. Milky, dat is Muffin. Stel je voor, nu gaan Sheldon en Milky misschien Muffin wegpesten. Stel je dat voor. Allee, wegpesten, ik bedoel, moeilijk doen. Hey, Milky, dat is Muffin. Milk, zeg, je kent Muffin toch? Muffin, wat is dat allemaal? Och, garme. Hé, Muffke? Och, garme. Dit is echt een mega lange vlog. Als je niet van katten houdt, over katten. Maar ik vind het wel spannend. Als er nog iets spannend gebeurt, dan zal ik het filmen, hè. Ik heb trouwens, dit stond thuis op de kast, dus ik gok dat het aan de deur stond. Nog een pakje gevonden en er staat op: It's the season for glitter. Kijk, cute. Hoe cute is dat zakje? En erin zat een briefje. En er staat, ik ga niet alles lezen, want er staat ook wel een paar privé dingen in, dus dat wil ik niet delen. Allee, ik bedoel van een bepaalde persoon.
Maar er staat, lieve Thalisa, ik wens jou al het beste in 2018. En daarom een klein drankje om goed te beginnen. Sst, het is oké. Hey. Shelly. Wat doet Shelly? Het is oké. Ja. Milky is echt... Wat is er, Milky? Milky is echt op zijn gemak, hè? Milky is echt... Die denkt echt, yes, ik ben thuis of zo. Kijk, die is echt zot. Die is zo op zijn gemak. Dat is niet normaal. Milky, dat doet hij echt nooit. En ja, Muffin en Sheldon, dat gaat precies niet. Maar oké, waar was ik? Ja, daarom een klein drankje om goed te beginnen. En dan zat er dit in. Celebrate moments with people you love. En dat is Cara, dat is super lief. Trouwens, het kaartje. Ik ben er vrij zeker van dat het zelf is gemaakt. Er staat ook Jingle All The Way. Dat is kei mooi. Ik vind het echt super mooi. Als je dat hebt gemaakt, echt super mooi. Je weet wel wie. Ja, het is een volgster. En dan heeft ze ook nog een heel lief tekstje erbij geschreven. Maar dat ga ik dus niet voorlezen, want er staan ook wel een paar privé dingetjes van haar in en zo. Dus dat wil ik ook graag privé houden voor haar. Maar dit is echt... Dit moest echt niet. Jullie moeten mij geen kaartjes of cadeautjes of zo sturen, want... Allee, dat is heel lief. Dat is echt super lief, maar dat is niet nodig, want ik weet... ja, jullie betekenen heel veel voor mij en ik weet dat zo wel al dat jullie er voor me zijn en dat jullie het goed met mij voor hebben ook. Dat weet ik, maar dit is echt super lief. Toen ik het zag staan thuis, toen moest ik echt bijna wenen omdat ik het zo lief vond. Het is echt super lief. En het is naar mijn adres gekomen, want ik had mijn adres dus gegeven. Er is overlaatst ook een kledingsale geweest bij mij thuis in Bilze. En aangezien ik daar toch niet meer zoveel ben, vind ik het ook niet erg dat jullie mijn adres daar hebben. Maar ze had gevraagd dat ze mij iets mocht sturen. En ik zei natuurlijk, dat is super lief. En dan heb ik mijn adres gegeven. Echt super schattig. Dank u wel. Oké, ik heb de adventkalender ondertussen ook even open gedaan. En in de Body Shop kalender zit deze borstel. En in de IKEA dit chocolaatje wit met... met framboos, denk ik. En nu... en in de Primark zilveren oogglitters, maar krijg ik er weer niet uit. En dat potje is helemaal uitgelopen. Dus ik ga het zelfs niet meer laten zien. Dan ga ik van de katjes ook nummer... nummer 21 is al open. Oké, dan ga ik mijn nummer 22 geven en morgen maar... Hey, Sheldon. En morgen dan maar iets van gewone snoepjes geven. Wil je snoepjes? Ja. Kom maar hier. Kom maar hier bij mama, kom. Kom hier. Moet je ook snoepjes, Sheldon? Kom maar. Kom. Kom, Sheldon. Kom, Shelly. Kijk, ik ga dat ook even voor Sheldon halen. Als hij komt. Nee, nee, Milky, hier. Kijk, wat? Sheldon komt. Miauw. Hier, Milky. Ga maar. Milky, ga maar. Hier. Sheldon. 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 Kom maar. Sheldon.
pas zo dichtbij. Kom. Hier, eet maar, muf. Oh nee, nu eten die allemaal niet, hè. Kom, Milky. Ik zal het uit mijn hand geven. Hm? Heet je het dan wel? Ja? Oké. Allee, muffin? Muffin 1? Muffin? Oké, muffin eet ook niet. Milky eet alleen. Of laat vallen. Allee. Oh. Ze zijn gestresseerd, hè. Ze zitten samen, hè. Ze zitten samen. Oh, ei. Sst, sst, sst. Shell, pak de papiertje mee. Allee, jong. Oh. Shell, waar gaat je naartoe met het papiertje? Ik heb eten gemaakt, ik heb veggie gemaakt. Veggie worstjes met bloemkoolrijst en koriander en champignonnetjes. En kijk wie ook hier is. Yay! Vind je het lekker? Ja, heel lekker. Ik had heel veel honger. Oké, ik heb wel niet zoveel gemaakt, sorry. Heb je al gezegd wat je gemaakt hebt? Ja. Arme Shelly. Mm-hmm. Ja. Zit je de poesjes? Zit je de poesjes? Zit je ze? Leg je daar goed? Ik wil gewoon niet opstaan. Oh, ik wil op je gaan staan, maar ik ga het niet doen. We zitten allemaal in de zetel. Hier is Shelly. Hier zijn wij. Hier is Milky en Muffin. Yay! Oh, die gaat weer op. Gaan de twee vechten? Nee, die vechten niet. Milky laat gewoon zien dat hij de baas is over Muffin. Shell is een big boss, hè, hier in huis. Ja, ja, hier is Shell in de boss, hè. Shelly, jij bent de boss, hè. Ja. Toch wel een beetje boss, hè. Zeg, Milky. Milky, moet dat? Moet dat? Nee, hè. We waren zo flink aan het slapen. Yay. Shell is hier. Daar is Muffin, daar is Milky. Hé, Shelly. Shelly is dichtbij gekomen, hè? Ja, hè? Je hoofd. Ja, mijn hoofd ziet er zo klein uit. Of had ik wel een dikke kop? Ja, ik denk dat dat is. Ik denk dat dat is. Het is niet waar, hè. Het is niet waar, hè. Ah. Dan is het goed. Oké, okay. Wij gaan slapen. We're very tired, very tired. Dus slaap wel, iedereen. En slaap wij wel. Zien jullie in de vlog van morgen. Onze Q&A. Woehoe. Slaap wel.